Dat en nog veel meer zie je om 7 uur in het NOS Jeugdjournaal. Evita, Stef en Dennis studeerden aan de School voor Journalistiek Utrecht om vervolgens bij de NOS in Hilversum terecht te komen. Maar wat doen ze daar eigenlijk? We doen hier superveel, van video-explainers, podcasts, de nieuwsvideo's bij NOS Stories op Instagram bijvoorbeeld of TikTok. We beginnen onze dag eigenlijk eerst met een half uur zoeken naar verhalen en onderwerpen waar we misschien iets een video over kunnen maken of een artikel over kunnen schrijven. We beginnen vaak om 10:30 als ik moet presenteren. En dan heb je de vergadering en dan ga je de dag doornemen. Oké, wat gaan we maken voor de uitzending? Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, welke onderwerpen komen erin? Dan ga ik me daarin inlezen. Ik vind het altijd fijn om wel te weten waar ik het over heb in de uitzending. Dat bespreken we daarna in een ochtendvergadering met de hele redactie. Ja, dan is het make-up, aankleden, oefenen, promo's opnemen, doorloop en dan de uitzending. Ik doe heel veel research, ik doe redacties, soms spreek ik de video's, spreek ik hierin. Bumper kleven met 160 km per uur op de linkerbaan. Als je als beginnende bestuurder voor dat soort overtredingen door de politie gepakt wordt, kan je een strafpunt krijgen op je rijbewijs. Toen ik voor het eerst zo'n tekst voor me kreeg, dacht ik, nou, dat probeer ik wel even. Nou, dat ging echt alle kanten op. En als ik zo'n tekst nu lees, dan begrijp ik beter, nog steeds niet zo goed als sommige anderen, maar dan begrijp ik beter, oké, hier moet ik de nadruk wel op leggen en hier moet ik de nadruk niet op leggen. En dat is heel leuk om te leren. Ik vind het nog elke dag spannend. Heel vaak begrijpen mensen dat niet. Het is niet meer zoals in het begin dat ik echt hartkloppingen had. 10 seconden voor live. Vandaag is een belangrijke dag voor veel moslims. Het einde van de Ramadan. En dat wordt groots gevierd met veel eten en drinken. We proberen wel vaak inhoudelijk te reageren. Dus hier zegt iemand bijvoorbeeld dat wij eerder al hebben gezegd van ja, eerst bestond hij wel, nu bestaat hij niet. Hou gewoon op. Nou ja, daar kan ik gewoon heel inhoudelijk op reageren. Ja, dit is de eerste keer dat wij een bericht over deze persoon delen. Ik ga deze hele week niet meer presenteren. Voor jeugd. Oh. Wat ik heel erg heb gemerkt is dat je heel erg assertief moet zijn. Dus ook toen ik hier stage liep, of bij AT5 stage liep, ik stond daar wel gewoon altijd. Weet je, zodra ik hoorde van, oh, is er iets wat ik kan doen, dan meteen bij de eindredacteur, mag ik dit doen? En zo gaan mensen ook een beetje je vertrouwen en op je bouwen en dan krijg je een soort van belangrijke rol binnen een redactie. Zonder mijn werk bij de regionale omroep had ik hier denk ik niet de ervaring voor gehad om hier aan de slag te gaan. Ik zou gewoon zoveel mogelijk van de opleiding meenemen, want ik vond het wel echt een hele leuke opleiding. Vooral de doe-vakken, zeg maar. Dus niet per se dat je moest leren voor tentamens, maar de tv-vakken en de radiovakken, dat je echt de stad in moest trekken om iets te maken. Je geniet er ook van en gaat ook echt doen. Ik weet niet of dit heel erg pro-hu is, maar er werd op de studie altijd gezegd, er zijn weinig banen en je moet heel hard werken, wil je er komen. En ja, je moet ook wel hard werken natuurlijk. Maar als je gewoon doet wat je leuk vindt, en dan word je er vanzelf beter in. En dan zijn er echt wel mogelijkheden om leuke werkplekken te vinden waar je ook heel veel kan leren. Nou, dat was het. Doei.